Ik denk dat we nu aangeland zijn bij het lichte blokje van deze ochtend. Wat begrotingsregels, misschien wat belastingplannen. Iedereen zijn eigen aangifte nog even doornemen. Nee, we gaan in een klein kwartier, heb ik geloof ik, een heel klein beetje met elkaar praten. Althans, ik vooral richting u geloof ik. Over de miljoenennota, de grote lijnen die we daarin hebben gekozen als kabinet. En ook een beetje een belastingplan. Omdat, zoals u weet, ook de kern van een hoop van de plannen die Rutte 3 heeft voorgenomen ook in het belastingplan zitten. Ik zal erbij echt proberen om niet al te technisch te maken, maar een beetje de grote lijnen eruit te nemen. Niet alleen voor deze begroting, maar ook voor de begrotingen die hierna gaan komen. En ik denk dat zometeen al vrij snel een grafiekje in beeld gaat komen, want ja, ik ben natuurlijk wel van het ministerie van Financiën. Dus ik word heel snel onrustig als ik geen getallen zie of grafiekjes of staafdiagrammen. Dus vandaar dat ik ze ook heb. Laat het even rustig op me inwerken. Het belangrijkste is dat... En dat was volgens mij de opening van collega Sneller bij de Algemene Financiële Beschouwingen deze week. Zijn eerste zin was, het gaat goed met Nederland. En dat is ook zo. Hè, Nederland, en dan heb ik natuurlijk over de economie, het gaat om veel meer dingen dan de economie. Maar op zichzelf, als je kijkt naar hoe Nederland ervoor staat, dan hebben we best veel om trots op te zijn. We hebben een groeiende economie, we hebben een afnemende werkloosheid, dus een toenemende werkgelegenheid. We zien dat mensen zich gelukkiger voelen. We hebben de gelukkigste kinderen van de wereld. We zien dat mensen zich veiliger voelen. Kortom, we hebben echt wel iets om een beetje trots op te zijn. Daarnaast heeft het kabinet natuurlijk ook allerlei ambities geformuleerd. Net werden er een paar genoemd. We hebben het klimaatakkoord. Sinds gisteren hebben we een stapje verder. We zijn er nog niet, maar een ontzettend ambitieus plan van het kabinet, waar wij natuurlijk als D66 ook echt ons steentje aan hebben bijgedragen. We hebben nog een aantal ingewikkelde dingen voor ons, zoals het pensioenakkoord. Ook daar hebben we echt grote ambities om het anders te doen dan wat we hiervoor hebben gedaan. En collega Koolmees heeft daar dagelijks heel wat uren voor nodig om daar verder te gaan. Kortom, we hebben echt een kabinet met ambitie. Maar goed, de ambitie moet natuurlijk ook zitten in het financiële gedeelte. En hier zit u al een tijdje twee plaatjes over wat goed gaat. Namelijk, we zien dat wij een overschot hebben op de begroting. Na een aantal jaren waarin we grote tekorten hebben, uit de crisis gekomen, ook logischerwijs, zitten we nu in het vierde jaar op rij dat we een overschot hebben. En dat moet ook, want wij hadden gewoon een hoge staatsschuld. En een hoge staatsschuld betekent heel veel rentelasten die je moet betalen, die je niet kunt gebruiken voor andere eigenlijk veel belangrijke uitgaven, zoals in onderwijs of innovatie, et cetera, et cetera. Dus ook het afnemen van de staatsschuld is niet iets slechts, het is echt iets goeds, want het betekent dat we genoeg begrotingsruimte overhouden in de jaren naast ons. We zitten, zoals u ziet, nog niet helemaal op het niveau van schuld dat we voor de crisis zaten. Dit gaat maar tot 2012, maar daarvoor zaten we nog iets lager. En dat is ook echt de doelstelling. Weer komen bij het schuldniveau van voor de crisis. Kijken of alles goed gaat. Ja, en dat is namelijk belangrijk, want hier ziet u een paar staartjes uit de miljoenennota die we tegenwoordig niet alleen in cijfertjes hebben, maar ook in visuals proberen naar voren te schuiven, zodat iedereen daar een beetje een beter gevoel bij kan krijgen. Een van de dingen die mij het meest opviel tijdens de politieke beschouwingen, misschien heeft u dat zelf ook gezien, dat er een beeld werd geschept, vooral door de oppositie, als waren Nederland een land op de rand van de afgrond, waar een publieke crisis was, waar eigenlijk alles mis was en waar dit kabinet vergat te investeren in dingen die belangrijk waren. En ook niet alleen investeren, maar natuurlijk ook gewoon het uitgeven van geld. Maar als je echt leest naar de miljoenennota en leest wat er staat, dan doen we alleen in dit jaar al, en hier zijn een paar cijfers achter me, bijvoorbeeld bijna 2 miljard aan onderwijs, innovatie en onderzoek. En dat is niet niks, dat is meer dan we in al deze jaren hiervoor hebben gedaan. En natuurlijk, het zijn niet alleen maar deze 60 dingen waar we meer geld aan uitgeven, waar wij zelf wel trots op zijn. Er is ook meer geld uitgeven voor categorieën die belangrijk zijn voor de andere coalitiepartners. Hier staat bijvoorbeeld veiligheid en defensie bij. Maar het is wel allemaal publieke sector, dus het beeld wat geschetst werd, wij leven in een soort publieke armoede en de crisis is nabij, dat is echt een beeld dat ik sterk wil bestrijden en dat is ook niet waar wij voor staan. Ik ook niet. Ja, dan het is niet de bedoeling voor het geval u denkt, oeh, wat staat er nou, is het tijd voor een betere bril? Nee, dit gaat echt even over een ding waar ik dan zelf verantwoordelijk van ben, het belastingplan. En eigenlijk wat ik met deze sheet wil laten zien, het belastingplan bestaat dit jaar uit 7 verschillende wetten. 65 maatregelen en een paar afgeleide maatregelen op allerlei terreinen. 7 wetsvoorstellen en dan hebben we het over, nou ja, ik geloof dat het 6.500 pagina's is van wetsvoorstellen in het belastingplan die wij nu gaan uitvoeren. En dat is niet niks, want als je dat vergelijkt met de jaren hiervoor, laat ik eerlijk zijn, een van de redenen waarom ik deze baan heb genomen, was eigenlijk vanwege het belastingplan 2019. Het is geen herziening officieel, maar het is echt een grote verschuiving van een hele hoop eerdere wensen die we hadden. En ik heb ze zelf een beetje gerangschikt in 4 thema's
die wij ook in de behandeling van het belastingplan en de financiële beschouwing gaan behandelen. Een beetje een willekeurige volgorde. Ik ben hier met fiscale vergroening begonnen, omdat het is dat mij persoonlijk ook echt aan het hart gaan. Ik ben ooit in een verleden afdelingshoofd geweest bij de wetgevingsmachinerie van het ministerie van Financiën, die vooral met die vergroening bezig was. En daar waren wij destijds, 15 jaar geleden, waren wij echt voorloper. Wereldwijd kon ik overal waar ik wou speeches houden, omdat wij voorop liepen. Wij hadden het grootste aandeel groene belastingen van alle belastingen in de wereld bijna. En inmiddels zijn we weggezakt. In 15 jaar na die tijd hebben wij gehouden wat we hadden, maar niets meer gedaan. En het is echt tijd dat we daar meer gaan doen. Dus fiscale vergroening was voor mij echt een thema waarvan ik zeg, daar wil ik aandacht aan besteden. Dat doen we dit jaar al in het belastingplan met een aantal maatregelen. We gaan de energiebelasting zorgen we dat die wat meer gericht wordt op CO2-uitstoot. Het zal niet al te technisch worden, maar het betekent eigenlijk dat slechte energieopwekking duurder wordt en goedkoper of betere energieopwekking goedkoper wordt. Dat is een belangrijke. Maar ook voor circulaire economie, een thema wat ook op dit congres volgens mij een aantal keer aan de orde is geweest. Afval is niet zomaar afval. Afval is een grondstof en is heel vaak prima te hergebruiken voor iets anders. En toch zien we dat we in Nederland nog steeds ongelooflijk veel afval verbranden en afstorten. Nou, daar betaal je nu al een soort afvalstoffenheffing over, of een belasting. Die belasting die gaan wij meer dan verdubbelen. Want wij vinden namelijk echt dat als je afval niet gebruikt waarvoor je het zou kunnen gebruiken, hergebruikt, en je wil er echt voor storten, dat mag, maar je moet er wel voor betalen. Dat is een grondslag die wij volgens mij met dit kabinet proberen uit te stralen. Dat wat wij goed vinden, bijvoorbeeld arbeid, daar willen we liever wat lagere lasten op. En dat wat wij slecht vinden, zoals milieuvervuiling of afvalstorting, dat willen we verder belasten. Dus dat is een belangrijk thema, wat niet alleen in dit belastingplan zit, maar ook in de belastingplannen hierna. Maar het is voor het eerst een apart wetsvoorstel geworden, fiscale vergroening. Een tweede thema, lagere lasten op arbeid. Nou, dat weten we denk ik allemaal, dat kan heel erg technisch worden, maar het komt er eigenlijk op neer. U betaalt nadat uw portemonnee nadat u belasting heeft betaald, zou als het goed is, naar 2019 wat voller moeten zijn dan ervoor. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. De inkomstenbelasting gaat er voor alle Nederlanders in principe gaat naar beneden. De heffingskortingen gaan omhoog, de arbeidskorting gaat omhoog, omdat we juist werkenlonen er willen maken. Ook een thema uit Rutte 3, zullen we zeggen, uit onze inzet. En dat is belangrijk. Daar staat tegenover dat we wel meer gaan betalen op de BTW. Dat wordt vaak naar voren gehaald. Schande, waarom betalen we toch meer BTW? Maar ook dat is juist een doelstelling. We willen aan de ene kant de lasten op arbeid verlagen, en zodat mensen gewoon meer te besteden hebben. En een deel van die besteding die gaat vervolgens weer in consumptie zitten. En als we dat nou belasten, dan is ook degene die uiteindelijk het meest consumeert, ook degene die het meest betaalt. En dat is eigenlijk logischer dan bijvoorbeeld hogere arbeidsbelasting op te zetten. Dus een belangrijk thema gaan we dit jaar heel veel verschuiven. €500 per gezin gemiddeld. Maar ik zal niet veel over koopkrachtmaatjes ingaan, want dat wordt voor iedereen heel ingewikkeld. En niemand herkent zich erin. Heb ik aan het eind van mijn verhaal nog een klein tipje voor. Ik ga snel verder, voorzitter, want mijn tijd is beperkt. Laat ik hier kijken naar het vestigingsklimaat. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar het is met name het vierde blokje van deze sheet die ik belangrijk vind. Natuurlijk willen wij een land hebben waar het aantrekkelijk is om te wonen, om te werken en om te vestigen. Daarvoor verlagen wij de VPB, de vennootschapsbelasting, de bedrijfsbelasting. Ja, en daar hoorde ook bij, en ik zal hier niet al te lang bij stilstaan, daarvoor schaften wij de dividendbelasting af. Althans, dat wordt nu heroverwogen, zoals de quote is die wij allemaal vandaag doen. En dat is een belangrijke verschuiving, zou ik bijna willen zeggen. Een belangrijke verschuiving in de plannen, want uiteindelijk is het niet alleen belangrijk dat de mensen en de bedrijven die hier zitten ook echt kunnen bijdragen aan onze economie. Dat is wat we willen. Maar wat we vooral niet willen en waar ik zelf ook tot op het bot op gemotiveerd ben, is dat zijn die bedrijven, of ze nou een echte vestiging of niet hebben in Nederland, maar die bedrijven die Nederland uiteindelijk maar om één reden gebruiken, namelijk om Nederland als een soort doorvoerhaven te gebruiken op weg naar een belastingparadijs, dat we die bedrijven een halt roepen. Dat we de brievenbusmaatschappijen die voor meer dan 4.000 miljard, laat het even op u inwerken, 4.000 miljard euro's Nederland in en 4.000 miljard Nederland uit laten stromen. Niet omdat zij zo nodig in Nederland gevestigd willen zijn, maar omdat zij gebruik kunnen maken van ons vestigingsklimaat en onze belastingverdragen. En juist die bedrijven gaan wij het leven zuur maken en gaan we zorgen dat die Nederland verlaten. Dus dat zijn de brievenbussen.
Zo, en nu allemaal even opletten, want nu wordt het ingewikkeld. Een bekend, ik zal er heel kort bij zijn. Dit is eigenlijk in een nutshell als je probeert uit te leggen wat wij willen veranderen als het gaat om die belastingontwijking. En wij doen echt heel veel daarop. Hè. Wij doen niet alleen maar alle Europese richtlijnen implementeren. We implementeren meer dan het minimum. We gaan verder. En eigenlijk het enige wat u van dit plaatje hoeft te onthouden is het groene gedeelte, niet voor niets groen. En met een klein lassootje die ingrijpt op één kapitaalstroom. En dat is namelijk eigenlijk dat, of er nou allerlei vestigingen zijn in Nederland, maar zodra Nederland wordt gebruikt op weg naar dat palmboompje, daar gaat de fiscus bij heffen. En dat zijn de bronheffingen, en die zijn ook nieuw. We hadden een bronheffing op dividendbelasting, maar ja, of dividendstromen, die hoeft misschien niet even niet meer. Maar wel op interest- en royaltystromen. Want ook daarvoor weet u dat Nederland vaak misbruikt is. En daar zijn de bekende voorbeelden genoeg over. En ook die willen wij zorgen dat ze Nederland om die reden niet meer gebruiken. Dus vergeet het grafiekje, denk aan het lussootje, het saldootje, het lassootje. En dat is wat we de komende jaren gaan doen. Niet alleen in dit belastingplan, maar ook in de belastingplannen hierna. En dan, ik ben bijna door mijn tijd heen, dus ik zal snel doorgaan naar iets wat wij niet doen in dit belastingplan. Dus eigenlijk zou het geen onderdeel hoeven zijn van mijn speech. En dat is de vliegbelasting. Maar ik wou het hier toch noemen, omdat we zijn wel nu al aan het voorbereiden op wat wij willen. Het was een belangrijke overwinning voor D66 dat we voor het eerst vliegen onder een belasting durven brengen in Nederland. Dus ik zeg voor het eerst klopt het niet, we hebben het één jaartje gehad, een beetje halfslachtig, toen is het afgeschaft. Maar het beeld, en dat is gewoon het beeld dat u vast moet houden. Een Fiat Panda of elk ander klein autootje, dat tank je vol en daar betaal je belasting over. En als je dan die Boeing 747 ziet en die tank je vol en daar betaal je op dit moment nul belasting over. En dat is raar en dat moeten we veranderen, want vliegtuigen zijn verantwoordelijk voor ontzettend veel uitstoot. Dus dat moeten we veranderen. Of anders, BTW zit er ook niet op vliegen. Dus elk ander vorm van openbaar vervoer wat je hebt in Nederland internationaal, daar betaal je gewoon netjes BTW over. Behalve op vliegverkeer. Is dat uitlegbaar? Dat je voor €18 op en neer naar Barcelona kan vliegen, terwijl je meer dan dat geld kwijt bent als je van Den Haag naar Amsterdam Amsterdam naar Groningen in de trein wil zitten? De Amsterdam is nee, dat is natuurlijk niet logisch. Dus daar moeten we wat aan doen. Niet in dit belastingplan, maar in de belastingplannen hierna. En dit tabelletje of dit grafiekje hou ik graag wel laten zien, omdat veel van onze vrienden in de Tweede Kamer doen ons geloven dat dat desastreus is voor ons vestigingsklimaat. Het einde van KLM, het einde van Schiphol, de hubfunctie. Maar dit grafiekje of dit tabelletje laat zien dat het niet zo is. Heel veel landen om ons heen hebben dit al lang. Daar waar wij ooit voorloper waren op het gebied van groene belastingen, zijn we dat nu niet meer. En de vliegbelasting is een voorbeeld van, we hebben er hard voor gevochten. En ik heb het eerder gezegd, die vliegbelasting die gaat er hoe dan ook komen. Ik ga afronden. En ik ga afronden eigenlijk met een visualisatie van twee linkjes die ik belangrijk vind om aan u mee te geven. De ene gaat over de eindeloze discussie over koopkracht en koopkrachtpaardjes. Niemand herkent zich in een gemiddelde. Maar waar u zich wel in herkent is misschien de uitkomst van de Prinsjesdag tool. Dat is namelijk het voor het eerst dat het ministerie van Financiën heeft geprobeerd om als u zelf uw gegevens invult om te kijken wat het plannen van Rutte 3 nou voor u betekent. En daar komt een veel persoonlijker beeld bij dan een Prinsjesdag tool. Dat is ook een manier waarop wij proberen het inzichtelijk te maken wat wij doen. Dus die wil ik u heel graag een keer aanbevelen om te doen en kijken wat wij doen voor u betekent. En als allerlaatste zit er nog het belastingplan, wat ik allemaal niet heb verteld, die 65 maatregelen die we doen. Daar zit nog veel meer bij dan ik nu heb verteld. En het is best interessant om je daar eens in te verdiepen. En hopelijk kunnen wij dan binnenkort, het zal nu niet meer zijn, maar op een ander moment nog van gedachten wisselen en verder praten over de belasting en de miljoenennota. Dank u wel, congres. Ik vond het enorm leuk om hier te staan en ik zie u de rest van de middag. Dank u wel. Merci.